Suriname verdient niet aan haar beschermde gebieden. Dit liet minister Dinota Forswijk van Grondbeleid en Bosbeheer vandaag weten tijdens de voortgang van de behandeling van het meerjaren ontwikkelingsplan MOP in de Nationale Assemblée. Op vragen die eerder zijn gesteld in het parlement gaf de bewindsvrouw aan dat Suriname sinds 1966 begonnen is met het instellen van beschermde gebieden. In totaal hebben we 16 beschermde gebieden die gezamenlijk 14% van ons landoppervlakte uitmaken. LBB met als werk arm natuurbeheer, waaronder de jachtopzieners vallen, is conform beschermingsnatuurwet. Natuurbeschermingswet 1954 belast met het beheer van deze beschermde gebieden. In het Bigipan-gebied is het ministerie via een project dat gefinancierd wordt door de Europese Unie bezig met het opzetten van een beheersorgaan om te komen tot beter beheer van het gebied. Ook wordt er samen met het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport gewerkt aan een districtverordening om te geraken tot het innen van middelen ter versterking van het districtfonds bedoeld voor een efficiënter en effectiever beheer van Bigipan-gebied. Ten aanzien van het grondbeleid haalde Forswijk op vragen van het parlement aan dat het vergemakkelijken van het verloop van erfpacht alleen mogelijk zal zijn als de wet wordt gewijzigd. Haar ministerie is daar voorstander van. Maar tot nu toe werken we nog volgens de procedures. En ik weet, wij alle weten, dat het heel lang kan duren, soms jaren. Dus als de wet gewijzigd kan worden, kunnen we kijken naar een vergemakkelijking van erfpacht. Forswijk liet ook weten dat in de afgelopen 5 maanden 1728 bereidsverklaringen zijn uitgegeven door haar ministerie. 1340 toewijzingen en 7 goedkeuringsoverdrachten zijn ook uitgegeven door het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer.